Leuk dat je luistert naar de Jong Priel podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door de Prielkerk in Veenendaal. Door de coronacrisis is het niet mogelijk om elkaar te ontmoeten en dit is daarom een klein goedmakertje. We hopen dat het je helpt om ook door de week een momentje te richten op God en Hem tot je te laten spreken. En oh ja, als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze podcast of je wilt iets aandragen voor een volgende podcast, neem dan gerust contact op met mij, dominee Van der Ree. Voel je vrij. Mijn naam is Teerse van Kruistum en deze week zal ik de podcast verzorgen over het onderwerp vertrouwen. In de kerk ben ik jeugdleider voor de groep Prodeo. Vandaag wil ik nadenken over vertrouwen in God hebben in de wereld waarin we leven. De wereld kan best stabiel en betrouwbaar overkomen, maar het kan zo anders worden. Kijk maar naar het coronavirus. We kunnen daardoor bijvoorbeeld niet meer even makkelijk op bezoek gaan bij vrienden of familie. Dingen die normaal voor ons waren, zijn nu even helemaal niet meer normaal. Dat kan je onrustig maken of je gek laten voelen. En ik kom met jullie nadenken hoe je dan toch rust en hulp vindt bij God. En daarvoor wil ik lezen uit Psalm 121, een hele bekende psalm. Er staat het volgende in. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dit Bijbelgedeelte laat me terugdenken aan een vakantie naar Schotland. Daar vond ik het landschap heel indrukwekkend, omdat het heel puur is. Er zijn veel plekken waar niemand woont. Het is heel rustig. En je hebt soms zelfs geen bereik met je telefoon op bepaalde plekken. En wat ik heel mooi vind aan die natuur, is dat het er is zoals het er is. Zonder dat wij mensen daar wat aan hebben gedaan. Het is puur wat God gemaakt heeft. Toen we terug waren van de vakantie, hebben we een schilderij laten maken van het landschap daar. En dat hangt nu in onze woonkamer. Op het schilderij staat vers 2 van deze psalm geschreven. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dit vind ik een hele krachtige tekst. Maar ik moet er echt aan herinnerd blijven. Ik vergeet heel vaak de waarde van deze boodschap. Want ik zoek vaak hulp en rust bij dingen die van de wereld zijn. Dan zoek ik dus niet mijn hulp en rust bij God. Door dit schilderij word ik elke dag aan herinnerd dat God alles heeft gemaakt en ik me vast mag houden aan Hem. In Psalm 121 lees je dat God het begin is van alles. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is er tot een eeuwigheid. Dus Hij zal ons nooit loslaten. En dat is een mooi houvast voor ons. We mogen weten dat alles begint en eindigt met Hem. Het is belangrijk om tijd te nemen om God te zoeken. Hoe meer je Hem leert kennen, hoe meer je je leven kunt toevertrouwen aan God en rust en geborgenheid bij Hem vindt. Je kan God zoeken door de Bijbel te lezen, door te bidden en te lofprijzen. In kerkdiensten komt alles hierin samen. Samen met de gemeente neem je de tijd om je te focussen op God. En dat is heel waardevol. Ik wil jou aanmoedigen om God zelf ook verder te zoeken en te ontdekken wie Hij is. En dat kan op allerlei verschillende manieren. We zijn allemaal verschillende mensen met allemaal verschillende persoonlijkheden. We hebben verschillende hobby's, we vinden bepaalde dingen leuk om te doen die anderen misschien helemaal niet leuk vinden. En daarom is het logisch dat er allerlei manieren zijn ook om God te zoeken. God heeft ons allemaal uniek gemaakt en Hij geeft ons heel veel manieren om Hem te zoeken. Even een aantal voorbeelden. Je zou bijvoorbeeld muziek kunnen maken of muziek kunnen luisteren. Je zou kunnen wandelen en te kijken naar de Gods natuur en te luisteren naar de natuur, naar de vogels bijvoorbeeld. Dan ben je dus echt even bezig met Gods schepping. Je zou kunnen opschrijven wat je wilt bidden of bepaalde teksten opschrijven. Een plek vinden in je huis waar je stille tijd houdt. Als je creatief bent, zou je een schilderij kunnen maken of een tekening. Wat natuurlijk ook heel goed kan, is gesprekken voeren met familie en vrienden. Daar kan je heel veel inspiratie uitputten en nieuwe dingen leren. Maar zoek naar God en leer Hem steeds beter kennen. Alsnog kom je in je leven voor uitdagingen en moeilijke situaties te staan. Net heb ik het gehad over vertrouwen in God. Toch probeert de duivel jouw leven binnen te sluipen en jou te beïnvloeden om je af te zetten tegen God. Er is een tekst die ik graag met jou wil delen, om te horen wat God erover zegt.
die staat in 1 Korinthe 10, vers 13. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, om die te kunnen doorstaan. Dus God laat niet toe dat er dingen op je afkomen die je niet aan kan. Er komen lastige dingen op je pad, maar God geeft jou de uitweg. Dus, in ons leven is Hij er voor ons. En ik wil je aanmoedigen om Hem te zoeken, zodat je je leven aan Hem geeft en op Hem vertrouwt. In deze onrustige tijden, waarin je niet weet hoe de wereld er over een jaar uitziet, mag je weten dat God dan precies hetzelfde is. Ik wil graag bidden nog. Heer Vader, dank u wel dat u onze houvast bent. Wilt u bij ons zijn als we door lastige tijden heen gaan? Wilt u ons helpen om u te zoeken, zodat we zien wie u bent en wat u van plan bent met ons leven? Dank u wel dat u boven alles staat en uzelf op allerlei manieren aan ons laat zien. Wilt u ons ook helpen om onze rust bij u te zoeken? Ook al kunnen we soms zo afgeleid zijn door allerlei andere dingen. Heer, u bent een goede en grote God, bij wie niets onmogelijk is. Dank u wel voor wie u bent. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. And Lord of the mountains and sea, you are treading a path for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. Trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd of my soul. I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead. Through the valleys lead me, in your wisdom, shepherd of my soul. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom, shepherd of my soul. Thank you.
creation. Oh, and Father, you will always be my rock and salvation.